Louis van Gasteren van Jan-Willem Regenhart is een overdonderende biografie. De lezer is nog niet bekomen van het ene avontuur, vaker een meesavontuur, of hij duikelt in een volgende burleske. De biograaf had aan de cineast geen meeloper. Van Gasteren was provocateur, egocentrisch en maatschappelijk geëngageerd. Het liefst stond hij op een barricade met een camera... Regenhard kreeg onbeperkt toegang tot het familiearchief dat meer dan een eeuw omspande. Daarnaast is hij zelf ook als een reporter te werk gegaan. Hij interviewde de oude Van Gaster vele keren en hij sprak met meer dan honderd mensen uit zijn omgeving. Dit is levende geschiedenis. De biograaf was evenmin een meeloper, ondanks de volle steun die hij kreeg van Van Gaster bij leven. In zijn verantwoording schrijft Regenhard dat zijn fascinatie voor zijn object met zoveel irritatie gepaard ging dat de wetenschappelijke distantie hem bij voorbaat gemakkelijk viel. Hij velt geen oordelen, maar laat de getuigen aan het woord. Zijn biografische drive ligt in de vraag welke achtergronden en motieven tot zo'n uniek leven en karakter hebben geleid. Van Gasteren sleepte een ongewone ballast met zich mee. Als verzetsman van twintig jaar bracht hij een jood om het leven die hij tijdelijk in huis had genomen. Het slachtoffer was psychisch labiel en een gevaar voor zijn hulpverleners. Maar meer nog dan in deze tragische affaire vindt de biograaf verklaringen voor het fenomeen van Gasteren in zijn hoogst originele ouderlijke gezin. Dit kaleidoscopische boek heeft echter een bredere rijkwijde dan Van Gastre en zijn dysfunctionele familie. Vanuit een uniek perspectief worden 60 jaar maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. De ondertitel, Seismograaf van onze tijd, is volkomen terecht en had volgens de jury zelfs de hoofdtitel mogen zijn. Regenhard schrijft met schwung. De meest dramatische momenten geeft hij juist koel cool weer, de hilarische momenten dan weer droogkomisch. Zijn boek vertoont de kwaliteiten van de cineast zelf zonder diens problematische kanten: observatievermogen, scherpte, humor, engagement en montagevaardigheid. Deze biografie is een film waarvan tal van scènes op het netvlies van de lezer blijven. Lang na lectuur.